Nou, in die zin hebben we dat met elkaar als CEO's natuurlijk ook een beetje stuk gemaakt. Klopt. Want we zijn massa's content gaan maken. En hele lappe teksten en pagina's waarvan je zegt van ja, voeg dat nou echt iets toe. En de grote verandering van de laatste paar jaar, en dus waar we nu in zitten ook in 2023, is dat eindelijk Google wel echt goed is geworden. Of nou ja, ik vind ze in ieder geval behoorlijk goed. En dat wordt elke keer beter. Dat wordt elk jaar beter. Is geworden in het echte uitfilteren van content die gewoon eigenlijk heel weinig toevoegt. Dit is de Inbound Forecast. Een podcast over inbound marketing en organisch groeien voor B2B bedrijven. Hier is jullie host, Jero Arkes. Eduard, goedemiddag. Hoi, Jero. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Ja, gaat lekker. Druk. Ja. Jij hebt drukke week hè, voor Friends of Search. Ja, laatste dingen. En natuurlijk zit het meeste werk ook al veel eerder. Met natuurlijk sprekers bezig en het hele programma. Maar ja, het wordt wel heel gaaf. Onze tiende keer. Nou, je bent er zelf volgens mij ook vaak. Zeker een keer of acht, denk ik. Wauw. Nee, super. En ik denk dat er misschien wel richting 700 man komt. Met een aantal natuurlijk hele mooie topsprekers. En een beetje uit de hand gelopen hobby. Precies. Nou, leuk. Ja. We gaan het vandaag denk ik voornamelijk over SEO hebben, of niet? Ja, absoluut. Misschien her en der een uitstapje naar wat anders, maar vooral SEO. Ja. Kun je even beginnen met jezelf voorstellen? En dan mag je daarbij één ding noemen die bijna niemand over je weet. Oké. Nou, ik ben Eduard. Ik ben 41. Ik ben getrouwd met Ellen. We hebben drie kindjes. We wonen in Rotterdam. En ik ben al een tijdje SEO-specialist. Ik ben daar 2004, 2005 ingerold. Eigenlijk eerst 2004 een jaartje paid search, SEA. En al vrij snel had ik zoiets van, ik ben ook wel benieuwd hoe je nou in het andere lijstje terechtkomt. SEA was toen echt net, dat bestond net denk ik, of niet toen? Nou, het was toen een paar jaar dat Google Ads volgens mij in 2000... 2001, zoiets. Ja, zoiets. Ik dacht toen dat ik wat later was, want ik zag overal al mensen die daarmee bezig waren en al aan het bloggen waren enzovoort. En was ik aan het lezen. In Nederland ook, of niet? Nederland een paar, maar wel ja, vooral buitenland, vooral US. En dat fascineerde me enorm. Sowieso al hè, dat in search, als je natuurlijk in Google Ads kan je natuurlijk heel snel zet je iets op en dan kom je een dag later terug of twee en dan hebben mensen dingen gedaan en hebben ze, ja, heb je als het ware gewoon geld verdiend. Gewoon hè, omzet of leads of wat je doel ook is. Ja. En ik vond dat fascinerend. Zeker ja, toen ik daar nieuw in kwam, ik denk wat er gebeurt hier. Was dat ook het begin van jouw carrière of had je daarvoor al andere dingen gedaan? Nee, dat was tijdens mijn studie dat ik tijdens een stage, werd ik daar eraan gezet. Veel ga je maar eventjes aan de Google Ads, nou, dat is goed. En ik vond dat gelijk fascinerend. En in die tijd, en ik weet niet of dat hetgeen is wat heel veel mensen misschien niet van mij weten, was ik fanatiek plaatjes aan het draaien. Was ik, grappig. Was ik DJ, zeg maar. Wat inderdaad heel veel mensen niet weten, denk ik. Wat voor type DJ moet ik aan denken? Ja, dat was wel in de danceclub. En ik ben ooit begonnen op mijn, weet ik veel, 16e. En toen was het echt hardcore gabbertijd, zeg maar. Ja, dat leefde in Rotterdam volgens mij ook nog weer wat erger nog dan. Ja. Dus daar begonnen later wel naar wat mildere vormen toegegaan. Weet je, dus dat daar was ik jaren mee bezig. En ik had wel echt ook het plan, daar wil ik wel iets in doen. Had ik je inderdaad niet achter je gezocht? Nee. Gabber DJ. Nee. Mooi. Nou, dat was maar een relatief korte tijd. Daarna wel andere kanten opgegaan in diverse clubs en radio enzovoort. Allemaal hele leuke dingen gedaan. Overeenkomsten. Ja. Ik waarschijnlijk een heel ander type radio, maar... Wat doe jij ook veel? Nou, in het verleden piratenradio. Maar dat is in het oosten van het land heel populair. Dus dat was altijd mijn hobby. En vanuit die hoek ook nog wel eens DJ op een feestje of zo. Maar dan totaal ander genre. Ja. En over de kleinere feestjes waarschijnlijk. Ja,
Ja, precies. Nee, dat is leuk. Hele leuke tijd gehad. En, maar mijn passie is eigenlijk een beetje gaan schuiven van muziek, DJ, dance en ook dat zelf maken naar search toe. Dus tijdens mijn studie eigenlijk een beetje natuurlijk daarheen gegaan. En ja, toen wist ik wel, ik wil in search verder. In SEO vooral, want daar vond ik de uitdaging nog groter. De uitdaging in SEO zit natuurlijk dat je tegen een soort black box eigenlijk werkt. Want je weet niet precies hoe het werkt. Ja, en ik denk dat AdWords in die tijd ook nog wel vrij plat was, zeg maar. Klopt. Veel minder complex dan nu. Absoluut, absoluut. Dat was echt nog een heel stuk makkelijker. Hele leuke, leerzame tijd ook daar gehad, hoor. Maar dat SEO vond ik nog uitdagender. En dat is ja heel veel testen, heel veel naar data kijken. Zelf natuurlijk zaadjes bouwen en leren en wat er werkt. Ja. Jouw website, AdWords, of die naam, die komt waarschijnlijk ook uit die tijd. Ja, die komt precies uit die tijd. Want de mensen waar ik daarmee samenwerkte, zeker dat eerste jaar toen ik met Google Ads bezig was, wat toen nog natuurlijk Google AdWords heette. Mijn naam wordt vaak als ad afgekort. Dus ja, ik werd daar AdWords genoemd met een E. Dat is waar die naam vandaan komt. Ja. Mooi. Ja. Sommige mensen zullen dat nu misschien niet helemaal meer snappen van, maar hij doet toch SEO? Ja, ik weet niet of je die naam überhaupt nog gebruikt eigenlijk. Ja, dat is nog steeds wel zo. De naam van mijn site en van mijn eigen business. Maar leuk. Maar zo ben ik daar gekomen. En even kijken. Dus toen aan de slag gegaan bij Group M, onderdeel van WPP, mega groot media en advertising bedrijf. Ik had die mediabureaus hebben een sterke kaart in de handen, ook op het gebied van search. En daar een SEO-team neergezet. Super veel geleerd, juist ook van andere media. Ik denk dat zeker ook in die tijd, maar misschien nu nog wel, kan je misschien wel meer meten, doormeten, meer weten van je tv en printcampagnes dan dat je kon van online. Terwijl online heerst nog steeds heel erg de opvatting. Ja, je kan alles meten. Maar ja, zeker deels een misverstand, maar ik denk dat ook bij in de media, vooral met grote budgetten, dat er ook gewoon geld is voor grote onderzoeken. Zeker. Zeker, dus daar wisten ze heel goed welke doelgroep ze hadden bereiken. Alleen of de man of vrouw was en leeftijd. Terwijl online wist je alles, hè? Kliks en impressies en sales. Ja. Maar je had zeker in die, nu weet je dat wel, maar vroeger had je geen idee, heb ik eigenlijk met mijn doelgroep bereikt. Is het überhaupt een man of een vrouw, weet je? Dus ja. Dat vond ik heeft mijn beeld op gewoon media en alles wat erin zit echt wel ik geloof ook wel dat marketeers echt heel veel uit de media hoe kunnen leren. Ja. En dat we daar steeds meer een beetje naartoe bewegen, maar dat daar ook nog echt wel een lange weg te gaan is. Ja, ja. Ja, gelukkig zie je dat wel steeds meer. Dat die werelden van branding en het performance natuurlijk wel steeds meer bij elkaar komen. Maar je hoort nog te vaak de of-of vragen. En, ja. Dus mooie tijd. En toen een aantal mensen die je kende, die begonnen toen bij een start-up, een bureautje Orange Valley. En later natuurlijk uitgegroeid tot gewoon een van de toonaangevende. Ja, en daar ook weer dezelfde klus eigenlijk opgepakt om daar ook een SEO-team en een SEO-dienstverlening neer te zetten. Ja, supermooie tijd gehad, heel leerzaam. Zeker 8 jaar daar gezeten. Later ook nog wel andere diensten ook daar neergezet. En toen voor mezelf begonnen in 2018. Dus inmiddels 5 jaar terug. Hele tijd geleden alweer. Dat voelt heel kort. Orange Valley en jij waren voor mij altijd heel erg met elkaar verbonden. Ja, ja. Nou, denk klopt. Voor heel veel mensen eigenlijk. Ja, zeker. Zeker. Dat, weet je, dus ik was eigenlijk al, toen ik erin rolde, 2004, 2005, was ik zelf ook veel blogs aan het lezen. Maar ik begon op een gegeven moment ook zelf te gaan bloggen en te gaan schrijven om 2 redenen. 1 is, het hielp mij enorm om iets te kunnen vatten. Want als je iets moet opschrijven en uitleggen aan een ander, moet je het eerst zelf snappen. Dus het hielp mij enorm om SEO te kunnen leren eigenlijk. Op basis van natuurlijk testen of naar veel sites kijken of de data of gewoon heel veel lezen of enzovoort. En ik had natuurlijk op een gegeven moment ook in de gaten van, hey, dit is natuurlijk ook een middel om natuurlijk jezelf op de kaart te zetten. En ik had als doel tijdens mijn studie, ik wil bij een searchbureau werken na mijn studie. Dus ik denk, ja, dan helpt het wel als ik mezelf een beetje op de kaart
Ja, en ik denk dat het ook wel aardig goed gelukt is. Tenminste, in die tijd. Ik denk dat je toen, als je zeg maar willekeurig iemand vroeg van noem nou ja, 5 bekende SEO-specialisten in Nederland, dan ja. Werd jij denk ik meestal wel in die top 5 genoemd. Ja, ja, zeker. Dat waren er een relatief klein aantal die toen ook bezig waren met inderdaad een blog. En die ook naar allerlei plekken toe gingen om natuurlijk, ja, over SEO te ja. En ook wel een groepje mensen, denk ik, die net ook wat eerder dan de grote massa met SEO begonnen is. Ja. Want deze podcast is natuurlijk gaat over organisch groeien voor B2B-bedrijven. En ik vind ja. Dat stukje personal branding wat je daar hebt gedaan best wel interessant. Binnen B2B is het claimen van thought leadership natuurlijk heel interessant vaak. Ja. Je ziet alleen dat vaak dat vanuit het bedrijf wordt geprobeerd, maar dat is heel moeilijk, want een persoon kan dat veel beter. Ja. Alleen bedrijven zijn dan weer bang dat personen op een gegeven moment iets anders gaan doen en durven die investering niet altijd te maken. Hoe heb jij dat ervaren en hoe kijk jij naar die wisselwerking van de voordelen voor jou en de voordelen voor Orange Valley? Ja, ja. Nou, dus ik ben ermee begonnen, even heel plat zegt, voor gewoon mijn eigen personal branding. Dus ik ben begonnen tijdens mijn studie al met een uitgebreid marktonderzoek voor de markt van Search. En dat was tot die tijd eigenlijk nog niet zo heel goed in beeld gebracht. Dus ik ging overal langs al de bureaus en langs Google zelfs en Microsoft en toen nog ook zelfs Yahoo. En nou ja, dat had ik de wereld ingeslingerd. En dat hielp natuurlijk, was gelijk een hele mooie start. En daarna natuurlijk verder gaan met dat bloggen en op de diverse plekken ook zelf op het podium staan om wat te gaan presenteren. Actief in natuurlijk brancheverenigingen. Vanuit daar is ook Friends of Search is ontstaan. Kijk, je vraagt hoe heb ik dat ervaren? En dan bedoel je vooral ook, wat is het persoonlijke stukje en wat is het bedrijf? Ja, kijk, het heeft voor jou denk ik heel veel voordelen. Het heeft voor Orange Valley, ik ben ervan overtuigd dat heel veel klanten bij Orange Valley terecht zijn gekomen omdat jij daar destijds zat. Klopt. Omdat jij een autoriteit was. Klopt. Dus ik ben wel benieuwd van hoe uitzicht dat, zeg maar. Ja. Kloppen ja. er dan leads aan die jouw blogartikel hebben gelezen of die zeggen ja. van wij willen dat Eduard dit voor ons gaat doen? Ja, nou, dat was wel grappig. In de eerste week of zo dat ik daar zat, werd ik opgebeld door iemand die wist dat ik daarheen was gegaan. En die zegt, joh, ik heb nog, ik begon in december, dat is altijd de tijd dat ik het jaar wordt afgesloten, hebben sommige bedrijven nog wat geld over en die willen het dan graag nog in dat boekjaar natuurlijk. Oh ja, ja. Budget er niet op moeten. Precies. uitgeven. Dus ik werd gebeld van, ik wil eigenlijk gewoon 10k SEO bij u neerleggen. En wat we gaan doen, zien we wel. Daar bij Orange Valley stonden ze ook te kijken van, wat is dit? Dus dat ik merkte wel dat soort dingen, dat mijn zichtbaarheid die ik had en naam die ik had natuurlijk ook wel afstraalde en dat ik ook echt wel weet dat er verschillende mensen en bedrijven ook naar Orange Valley toe zijn gekomen, omdat ze wisten dat ik er zat. Ja, dat is inderdaad een ander voordeel wat je dan krijgt, is dat het gewoon mensen aantrekt. Dat is een reden dat ik bij Traffic View destijds terecht ben gekomen. Ja. Orange Valley is natuurlijk voor mij niet om de hoek, maar ik weet nog dat bijvoorbeeld André Scholte toen ook heel druk aan het bloggen was. En dat ik dacht van, wow, als ik nou daar eens van kan leren, hoe gaaf zou dat zijn? Ja. Zo werkt het natuurlijk klopt, wel. Klopt, dus zowel zag je dat een aantrekkingskracht had aan de zijde van klanten, maar ook mensen inderdaad die dat dan ook gaaf vonden om daar met een expert samen te werken. Dus dat heeft denk ik zowel mijzelf heel erg geholpen, maar zeker ook het bedrijf. Ja, en ik denk ook wel dat er tegenwoordig heel veel mensen geforceerd proberen om een thought leader te worden. Ik heb bij jou veel meer het gevoel dat het gewoon heel organisch is gedaan door te doen wat je leuk vond. Klopt, klopt. En ergens wist ik natuurlijk wel van wat ik aan het doen ben, dat draagt echt daar wel aan bij. Maar de intrinsieke motivatie is echt dat ik dat vakgebied gewoon zo ontzettend leuk vond. En dat vind ik nog, na zoveel jaren verder. En als er dan in een of andere Google presentatie was, en dat is dan vaak 's avonds, want dan zit ik met dat tijdverschil, dan zat ik klaar, zeg maar. Om dat gewoon live te voeren en mee te bloggen. En gewoon die passie voor dat vak. En als ze dan weer iets nieuws hadden aangekondigd. En
ik merk dat dat vuur dat er nog een beetje in zit. Als er weer iets komt van een nieuwe core update of een linkspam of wat dan ook, denk ik, oh ja, gaaf. Weet je, ja, dan even ervoor gaan zitten en alles in de gaten houden. Ja, dus maar echt dat hele actieve met bloggen, et cetera, dat is wel wat minder geworden, toch? Ja, klopt, klopt. En dat is gewoon eigenlijk praktisch tijd. Weet je, door de jaren heen ook de vader geworden van drie prachtige kinderen. En natuurlijk gewoon werk en alles eromheen. En ja, op een gegeven moment moet je ergens keuzes maken, ja. Ergens kiezen natuurlijk. Dus dat is maar goed, ik denk ook wel dat het heel lang na hebt. Dat je daar echt nog op dit moment tot vandaag heel erg de vluchten van plukken. Ja, terwijl toch als je kijkt op mijn site, dan schaam ik me een beetje. Want dat is echt van een paar jaar oud volgens mij. Wat precies, precies. Dat is echt al een aantal jaar oud qua bloggen. Maar ik merk de laatste jaren dat ik daar gewoon nog steeds de vluchten van, vruchten van pluk. Wat ik in die, nou, pak een beetje 10 jaar daarvoor. Ja, en ik heb het nog steeds ook bij Orange Valley, hoor. Dat ik gewoon die associatie heb van Eduard. Ja. Terwijl je daar, ja, je zei het net, volgens mij 5 jaar al bijna niet meer zit. Klopt. Dus klopt. Ja, dat is wel interessant wat je zegt. Dus qua brandwaarde en ook de duur daarvan, blijft dat dus best lang plakken. Aan zowel mij als persoon, maar ik denk ook aan de plekken waar ik werk. Ja, en ik durf ook wel te zeggen dat voor heel veel mensen sowieso in de SEO-wereld geldt. Dat die, dat vergeet je niet van de een op andere dag. Dus zouden eigenlijk iets meer bedrijven moeten doen. Absoluut. Op die manier denk ik medewerkers de vrijheid ook geven en stimuleren daarin. Ja, nou, dat is wel een goed punt, want die vrijheid die vroeg ik wel, maar voor een deel heb ik die ook wel echt. Ja, gaven ze me ook die ruimte en zagen ze ook wel daar echt de waarde van in. Dus daar ben ik ook alle bedrijven waar ik heb gewerkt heel erg dankbaar voor dat ik die ruimte kreeg. En dat heeft denk ik alle kanten geen windeieren gelegd. Nee. Ja. Nee, mooi. En nu dus iets meer, nog steeds heel druk met het vakgebied, maar ik denk iets meer achter de schermen. Dus bijvoorbeeld met Friends of Search, dat je in de organisatie heel druk bent. Tenminste, volgens mij sta je niet op het podium. Klopt, klopt. Heeft een beetje te maken met een regel die we zelf hadden bedacht, dat Nederlandse bureaus en sponsors, die mogen niet op het podium. Dus in die zin had ik een soort van eigenlijk mezelf ook jarenlang uitgesloten om daar op het podium te staan. En in die zin ook daar gewoon helemaal achter de schermen en gewoon bezig met het programma en sprekers en ook gewoon ook weer met dat vakgebied bezig om te kijken, kunnen we daar gewoon de beste sprekers neerzetten die het hebben over wat er nu in het vak speelt. Je had daarvoor inderdaad ook wel een hele tijd wat events die hele commerciële verhalen bevatten. Ja. Dus dat begrijp ik wel. Maar zou je het ook nog graag willen? Zou je graag een verhaal op het podium willen vertellen over SEO? Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Want dan gaan we gelijk eventjes een bruggetje maken maar naar SEO, hoe het er nu voor staat in 2023. Ja. Wat zijn dan onderwerpen die jou aanspreken, die je interessant vindt? Ja, nou, dat zijn er wel een paar. En dan plaats ik het ook een beetje in het licht van wat ik door de jaren heen allemaal heb zien veranderen. Kijk, sommige dingen veranderen ook niet zo, hè, weet je. Dus de basisdingetjes als je title tags op orde en gewoon al die basisdingen, weet je, dat was 10 jaar geleden belangrijk en langer geleden ook en nu ook, weet je, dus dat maar het is heel interessant om te kijken naar wat zijn er nou voor lagen bijgekomen of welke dingen wegen juist wat minder zwaar. En dan wat mij dus anno nu heel erg opvalt zijn een paar dingen. Om één belangrijke te noemen is alles rondom, ik noem het vaak intent first SEO. Dus het begrijpen van die klantintentie enerzijds en het anderzijds daar zo goed mogelijk op inspelen met je hele pagina, content, pagina opbouw. Soms denk ik ook wel eens van dat die ontwikkeling de rol van ons SEO-specialisten misschien ook wel een heel stuk kleiner heeft gemaakt. Omdat dingen die vroeger haalbaar waren, zijn in één keer eigenlijk gewoon niet meer haalbaar. Vroeger had je ze misschien ook niet moeten willen, maar omdat die intentie gewoon niet matcht met jouw pagina of wat jij kan bieden. Ja, dan bedoel je dat op een gegeven moment moet je ook accepteren dat je niet op alle keywords, alle klantintenties kan inspelen, want je hebt gewoon niet dat aanbod of die content. Of ja, nou ja, weet je, jij bent, volgens mij was jij heel vaak met Independer dat je cases had. Ja. Daar kun je in een bepaalde antwoord geven op een bepaalde intentie achter een zoekopdracht, wat heel veel andere partijen gewoon niet kunnen. Ja. Omdat ze dat niet hebben. Ja, klopt. Dat aanbod. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. En dat zie je dat wel sterk is veranderd, hoor. Als je echt 10 jaar terugkijkt, dan kon je gewoon je aan, zeg maar, de,
ja, standaard SEO checklistjes houden. En als je dan gewoon alles netjes deed en in je title en je interne links en wat externe links, dan kon je een heel eind komen. Ook al, maar eigenlijk was het een beetje trucken. Want als je zegt van ja. Zo zag ik het op dat moment niet. Ik denk de meeste mensen niet, maar eigenlijk is het wel zo. Nee, want als je zegt van joh, ik heb niet een heel breed aanbod, maar ik wil toch op het keyword rondom bijvoorbeeld vergelijken wil ik gaan ranken. Ja, dan ging je dat als exact keyword natuurlijk op al die plekken neerzetten. Maar ondertussen had je eigenlijk niet het aanbod. Dan had je een tekstje van dat de vergelijking niet nodig was, omdat wij zijn de allergoedkoopste. Ja, bijvoorbeeld, zoiets. Ja. En dat is wel echt fundamenteel veranderd. En dat zie ik eigenlijk ook nog niet eens zo heel lang. Ik denk de laatste 2 jaar, 3 jaar dat echt veel impact is gaan maken. Dat Google echt aan de voorkant natuurlijk, aan alle woorden die mensen natuurlijk erin stoppen, veel beter begrijpt wat mensen bedoelen, wat ze zoeken, wat is de intent. Dat is natuurlijk 1 kant ervan. De andere kant ervan is dat ze ook ontzettend goed zijn gaan begrijpen of de pagina content het beste antwoord geeft op die vraag. En als je op bijvoorbeeld iets met bijvoorbeeld kosten, hè, je wil ergens ben je aan het zoeken en je bent eigenlijk benieuwd wat het kost, dan moet je gewoon tegenwoordig een lijstje prijzen presenteren of wat bandbreedtes. Of, ja. Dan kan je echt niet meer wegkomen met gewoon oude SEO op zonnepanelen kosten of nou ja, wat dan ook. En dan gewoon zorgen dat het in je tuiten staat en in je A1 enzovoort. Ja, dat gaat niet meer nee, werken. Anders dan hoef je dat spelletje inderdaad niet mee te gaan spelen, want dan ga je dan niet winnen. Nee, en in die zin is het traditionele SEO wordt dan wat minder belangrijk. Dus is het helemaal niet zo belangrijk om een hele lap tekst te hebben wat daarover gaat. Maar als jij bovenaan je pagina, dat maakt ook uit, hè? Je pagina opbouw. Dus mensen zijn op zoek naar kosten in relatie tot wat het dan ook is. En als je bovenaan die pagina gewoon al vrij snel die vraag voor ze weet te beantwoorden, dan begrijpt Google dat. En dan is dat eigenlijk veel belangrijker. Dus het inspelen op die klantintent is echt een zware rankingfactor. Als je het mij vraagt, ja, het is niet echt een rankingfactor. Nou, zelf noem ik hem vaak gebruikerssignalen. Eigenlijk wat er gebeurt als die intent niet matcht. Ja. Hoe Google het dan ook ziet, weet ik niet. Maar in ieder geval dat ze dan zien van iemand is terug in de zoekresultaten en klikt op een ander resultaat. Ja. Dat is natuurlijk een beetje het gevolg eigenlijk. Dat is dan daarvan het gevolg. Als je daar dus niet goed op inspeelt, maar toch Google je redelijk hoog rankt, ja, dan gaan ze echt wel zien dat als mensen klikken en dan niet vinden wat ze zoeken, dan zijn ze snel terug. En op termijn weegt dat dan niet in je voordeel. Maar ik heb zelf intent denk ik ook wel veel over na. En soms dan heb ik het gevoel dat ik in een spagaat of zo terechtkomt. Want heel veel SEO-woorden, heel veel zoekopdrachten zitten denk ik meerdere intenties achter. Ja. En dat heeft er denk ik in toenemende mate voor gezorgd dat pagina's steeds groter en langer werden. Ja. Want je moet alle intenties afvangen om de optimale signalen eigenlijk aan Google te laten zien dat je altijd het beste antwoord bent. En ik heb het idee dat zeg maar de behoefte van mensen een beetje aan het veranderen is, dat ze steeds meer het antwoord snel, to the point, short format content, TikTok-style content, zeg maar, op die manier willen consumeren. Maar die twee die zijn natuurlijk heel tegenstrijdig. Ja. Aan de ene kant moet je voor SEO al die informatie bieden, maar aan de andere kant moet je voor de gebruikerssignalen moet het denk ik ook steeds meer kort to the point en in de vorm wat mensen, hoe ze het graag willen zien. Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich eigenlijk gaat ontwikkelen. Dat is eigenlijk een beetje. Nou, dat zie je nu al. En het ouderwetse denken is dat je dan met 1 pagina moet je alles afvangen. Hè, alle verschillende intents. Ja. Mijn opvatting is, je kan dat tegenwoordig met meerdere pagina's doen. Ja, maar als Google nou. Kijk, Google kan 2 dingen doen. Als er 5 intents achter een zoekopdracht zitten, kan Google zeggen van, ik weet wat die 5 zijn. En in de eerste 10 resultaten heb ik van alle 5 intents 2 resultaten. Ja. Of ze zeggen van, ik zet voor de zekerheid een paar pagina's neer die ze alle 5 of 1 pagina behandelen. Ja. En dan weet ik ook zeker dat mensen hun antwoord gaan vinden. Ja. Nou, wat je Google ziet doen laatste jaar, 2 jaar, is dat ze dan met zo'n ingesprongen resultaat werken. Dus als ze zien, oké, ik heb hier een woord, ik heb hier een zoekopdracht. En ja, het is niet super duidelijk 1 intentie, maar het kunnen er 2 zijn of 3. Dan laat hij zo'n ingesprongen
resultaat vaak zien waarin die zegt, nou, ik denk dat de hoofdintentie is dit. Dus die pagina zet ik eerst neer. Maar dan zet hij vaak een tweede pagina van dezelfde site daar neer. Als die er is, die inspeelt op dan net die andere intent. Misschien een voorbeeld. Lekker Hollands appeltaart. Als mensen daarnaar googlen, ja, wat is dan hun intent? Ze zouden het direct kunnen willen kopen. Ja. Bakken of recepten. Maar precies, of ze willen het zelf maken, bakken of nou, misschien nog iets anders. Maar dat zijn grofweg twee intents. Weet je, en voorheen zou je zeggen, oké, dan maak je één pagina en die maak ik sterk en die ga ik zowel op de ene als de ander. Maar wat ik zie is dat je juist misschien wel beter twee pagina's ervoor zou kunnen maken. Eentje die echt op die commerciële intent is. Dus dat is dan meer een soort schappagina. Je zegt, nou, hier is ons aanbod. En natuurlijk staat er ook wel een klein beetje content. Dus je zou kunnen zeggen 80-20 of ja, 60-40 misschien, afhankelijk van hoe dicht of hoe verder dat uit elkaar ligt. Maar je kan ze natuurlijk ook wel met elkaar linken. Dus je kan wel zeggen van... Precies. Ja. Precies, maar dat werkt nu beter dan dat je alles op één pagina zou willen vatten. Want dan mensen die echt specifiek zoeken op natuurlijk appeltaart kopen, ja, die dan snapt Google, oké, dan is een schap waar je gewoon waarin je dus een aanbod presenteert en mensen dus richting die kopen. Nou, dan zal je zien dat ze die naar voren schuiven. En als mensen naar appeltaart maken of enzovoort zoeken, dan zie je, dan moet ik ze een andere pagina ja, geven. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling dan is. Kijk, ik hoor best wel vaak mensen, vooral mensen die niet in dat SEO-wereldje zitten, best wel klagen over Google van, hey, ik moet eerst tussen 3000 woorden gaan zoeken voordat ik mijn antwoord gevonden heb. En dat is natuurlijk een beetje het gevolg van die eerste trend, van al die intents op één pagina willen behandelen. Ja. En ik heb het gevoel dat dat nu niet snel genoeg aan het veranderen is, waardoor nou ja, bijvoorbeeld die discussie of TikTok een stukje van Google dat marktaandeel gaat afpakken. Volgens mij is dat daar weer het gevolg van. Dat Google niet snel genoeg mee kan bewegen in dat een hele groep het toch in een andere vorm wil. Maar dat is gewoon niet hoe we gewend zijn, hoe SEO werkt, hoe ranking factors werken. Nee, nou in die zin hebben we dat met elkaar als SEO's natuurlijk ook een beetje stuk gemaakt. Klopt. Want we zijn massa's content gaan maken en hele lappen teksten en pagina's waarvan je zegt van ja, voeg dat nou echt iets toe? En de grote verandering van de laatste paar jaar, en dus waar we nu in zitten ook in 2023, is dat eindelijk Google wel echt goed is geworden. Of nou ja, ik vind ze in ieder geval behoorlijk goed. En dat wordt elke keer beter. Dat wordt elk jaar beter. Is geworden in het echte uitfilteren van content die gewoon eigenlijk heel weinig toevoegt. Ik heb al heel lang, benieuwd of jij dat wel hebt gezien. Vroeger had je nog wel eens van die jaarlijkse correlatiestudies met aantal woorden en rankings. Ja. En daar zat toen echt een hele duidelijke stijgende lijn in. Maar de laatste 3 jaar heb ik dat volgens mij niet meer voorbij zien komen. Weet jij of dat nog steeds stijgt? Of is dat gaat dat weer omlaag? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik heb precies wat jij zegt. Dat volg ik ook door de jaren heen. Ik volg vrij veel blogs en sites en nieuwsbrieven enzovoort. Maar dat onderzoek is volgens mij al een hele tijd niet meer niet meer uitgevoerd. Dus, maar dat is een beetje een nadeel, weet je. Want ook mede door dat soort onderzoeken ontstond het beeld, ja, longform content rankt beter. Ja. Ja. Dat is zo tricky, weet je. En dan, dat is natuurlijk ook een beetje SEO eigen. Dan leest men dat en oké, nou, dan moeten we dus lange content maken. Ja, ja, dat is niet het verhaal. Dus nu kan eigenlijk via traditionele SEO checklistjes of dat soort best practice kan een pagina het heel slecht doen, maar toch super goed ranken, omdat die gewoon veel beter op die intent inspeelt. Dus in zekere zin wordt traditionele SEO wat minder belangrijk. En Google heeft natuurlijk een mooie naam aangegeven. De helpful content wordt een stuk belangrijker. Dat is één laag. Vroeger was het misschien van je zet je hygiëne goed en dan ga je meer links daar naartoe krijgen. En nu is het misschien meer van je zet je hygiëne goed en je gaat die content tweaken om steeds meer te matchen met die intent en het allerbeste antwoord te worden. Ja, ja, dat heeft veel meer impact. En dat kan soms al je pagina opbouw zijn. Dat je puur door met de volgorde van wat je daar op die pagina hebt staan speelt. Wat je ook in heel veel markten ziet, dat in een bepaalde tijd van het jaar is iets heel, is een hot,
je hot topic, dat zie je in heel veel branches. Dan zou je eigenlijk bovenaan je pagina zou je veel meer een soort nieuwsblok willen neerzetten, waarin je natuurlijk laat zien dat jij bovenop dat topic zit. En ja, omdat in die tijd van het jaar speelt dat. Dus jij laat zien als autoriteit wil je zijn op jouw vakgebied. Maar dan moet je je pagina opbouw die rondom dat topic zit zo indelen dat je eigenlijk inspeelt op die soort van nieuwsachtige intent, waardoor je eventjes zou je pagina eigenlijk moeten ombouwen als een soort nieuwsachtige pagina en dan de wat meer statische content naar onder. En alleen dat heb ik al zien werken, dat je van ranking 7-6 naar gewoon plek 1 toe kan gaan. Ja, het is ook wel grappig. Ik was begin deze week zat ik bij een opdrachtgever die verkoopt trainingen. En toen, ik begin daar net eigenlijk met de basis een beetje inrichten op SEO-gebied. En toen, ik had een backlog gemaakt met allemaal kansen eigenlijk. En die gingen we dus telefonisch bespreken. En toen betrapte ik mezelf erop dat ik echt bij 6 of 7 van de 10 dingen die ik noemde, zeg maar, dat ik zei van ja, eigenlijk heeft dit niks met SEO te maken. Maar het had allemaal met presentatie te maken om eigenlijk maar gewoon het beste antwoord te zijn. Ja. Wat op papier allemaal geen ranking factors zijn. Maar wat je wel gewoon, dat als ik denk van ja, is dit nu het beste antwoord? Nee, maar de inhoud staat er wel. Alleen het is niet goed verpakt. Ja. Ja. En dan, maar dan ben je toch wel met SEO bezig. En Absoluut. Dat is best wel gek. Dat is eigenlijk best wel gek, maar ik vind het juist alweer heel mooi. En dat is ook een laag. Dus SEO en SEO-expertise wordt wat dat betreft denk ik wat belangrijker juist. Want dit hou je niet uit Search Console of uit keyword tools of uit wat dan ook. Dit is echt een laag daar bovenop van begrijp je die klant goed? Begrijp je die klantintent? En welke content? En dat is lang niet altijd tekst. Kan een video zijn, een tabel, een grafiek, een rekentoeltje, wat dan ook. Dat kan soms een veel beter antwoord op een zoekvraag zijn dan een hele lab SEO-tekst. Ja, maar ik denk dan wel eens inderdaad van, wordt het nou veel complexer of wordt het nou juist veel makkelijker daardoor? Allebei is misschien wel een beetje waar. Als je al die ranking factors los kan laten en wat Google roept en je focus je gewoon op van, zou ik als echt mens dit liever hebben dan dat? Ja. Ik kan het antwoord soms zo simpel zijn. Eigenlijk is het heel simpel. En misschien is het wel het meest simpel voor de mensen die er nu vrij nieuw in rollen. En als je met zo'n blik ernaar kijkt, denk je, logisch. Maar ja, als maar je die al mensen wat langer in SEO zit en al heel vaak SEO-blogs en SEO-onderzoeken hebt zien langskomen, dan zit je een beetje vast in hoe het vroeger was. En dan is dit best wel een pittige stap, merk ik, in de zin van dat ik toch nog heel veel mensen, bedrijven en ook heel veel SEO-specialisten dit stuk gewoon nog onvoldoende goed zie vatten en zie beetpakken. Ja, wat ik dan weer de valkuil vind van mensen die nu beginnen, is dat ze vaak, als je gewoon een willekeurig blog pakt, je ziet, er wordt bijna alleen maar over de hele geavanceerde dingen gepraat. Ja. Dus mensen hebben het gevoel dat ze ieder detail van IIAT moeten kennen en van Core Web Vitals. En alleen, volgens mij stappen heel veel mensen dan een beetje over die basis heen en over de vraag van waarom ze dat doen. Ja. Dus, maar goed. Het zal ook weer per persoon verschillen, denk ik. Ja. En ja, ik hoor jou nou het hele EAT-stuk of inmiddels double EAT. Ja, rotwoord. Ja, dat is niet te doen. Maar maakt het niet uit. We weten waar we het over hebben. Dat is ook zo'n tweede ding. Hè? Dus het hele intent-stuk is 1. En het tweede, alles rondom EAT, dat zijn echt lagen die echt erbij zijn gekomen bij SEO. En die walsen eigenlijk over de traditionele rankingfactoren heen. Ja. En natuurlijk, wat Google ook al jaren roept in de your money and your life. Hè? Dus gaat het over plat zegt je geld of je leven. Dan moet je informatie je betrouwbaar zijn en goed enzovoort. En ondersteund door mensen die echt ook weten wat ze zeggen. En dat walst gewoon over traditionele SEO heen. Dus in aantal markten, maar ik zie dat ook al buiten finance en medische content werken. Dat zonder iets kom je daar gewoon echt niet in de top zoveel. Dat volgens mij zag ik laatst ook dat Your Money, Your Life weg is gehaald uit de richtlijnen van Google. Ja. Dus dat het nu gewoon voor iedereen is. Ik weet niet of het weg is, maar ze zijn het wat aan het afzwakken en ook wel echt breder aan het maken. En dat zie je ook gewoon gebeuren. Maar dat zijn echt wel fundamentele veranderingen in SEO. Als je nu met SEO
bezig bent versus nog maar eigenlijk een paar jaar geleden. Dat is zo'n cruciale laag daarover overheen. Wel een hele mooie laag, vind ik. Een supermooie laag. En ook dat weer, dat haal je niet uit, zeg maar, de standaard CO-toeltjes. Nee. Dat is echt een laag daaroverheen. En het is gewoon hard werken, zeg maar. Ja. Dus het is niet makkelijk om dat op te bouwen, die trust. En om te komen aan mensen met kennis van zaken. Zij het van binnen jouw bedrijf, zij het van buiten je bedrijf, die bereid zijn om zich te presenteren op je site als expert. Maar ook echt daadwerkelijk die content review. En dat ook eens in de zoveel tijd blijven doen. En dat is gewoon, je moet gewoon, ja, weet je. Dat is eigenlijk ook wel een mooi moment. We kregen de laatste nog een eetje bij, hè, in EAT. We hadden expertise, autoriteit, trust. Daar kwam experience bij. Maar er is eigenlijk nog een eetje als je goed leest, als effort. En dat als je ook goed dat leest, Google's rater guidelines, dan staat er ook best wel veel in over effort. En is het aan de buitenkant, hè, dat is waar die mensen natuurlijk, dat is hun werk, die krijgen natuurlijk random allerlei pagina's voorgeschoten, het moeten allerlei checks doen, allerlei vragen. Maar een aantal vragen gaan over van, kun je zien dat er echt effort in gestopt is? Dus hebben ze echt die extra stap gezet om uiteindelijk met alles wat daar staat op die pagina, en dat is veel meer dan het tekst, echt hun best gedaan om die klant te helpen? Vind ik wel een hele mooie. Ik had die effort nog nooit zo op mijn netvlies, maar eigenlijk gewoon laten zien inderdaad dat je er tijd en aandacht en dat erin hebt gestoken. Ja. Dat je echt het beste antwoord wil zijn voor die intentie. Ja. En niet dat je hebt gezegd van hier copyright, je hebt maximaal een half uur voor een tekstje op die pagina. Precies. Interesting. Zijn er nog meer van die lagen waar je enthousiast van wordt? Ja, jeetje, goede vraag. Dit zijn wel echt twee lagen waarvan ik zie, daar maak je nu echt een groot verschil mee. Of je mist echt de CEO-boot als je daar geen aandacht aan besteedt. Kunnen zeg maar mensen die, de gemiddelde CEO-specialist met de skillset die persoon heeft, wordt het daarvoor soms ook niet steeds moeilijker en moeilijker? Ja, het zijn soms hele technische mensen die misschien toch wat verder van content afstaan. En heel veel hiervan, dat is gewoon eigenlijk ouderwetse goede marketing voor echte mensen. Ja. Ja, niet negatief bedoeld hoor, maar ik kan me voorstellen dat de enorme techneuten uit de CEO-hoek dat misschien ook wel helemaal niet leuk vinden of daar minder mee hebben. Ja, nou, ik zou hem willen omdraaien. Dit hoort gewoon bij je skillset als CEO. Meens? Je moet gewoon weten wat je moet doen of wat de eisen zijn om zeg maar helpful content te maken. Je moet iets snappen en wat je dan kan doen om die iets signalen te geven. Het is niet een keuze als je het mij vraagt, want je moet. Nee, dat klopt. Ja, of je moet al zeggen van ik ben binnen CEO, ben ik weer specialist in laten we zeggen Core Web Vitals of whatever. Nou, daar is natuurlijk ook wel ruimte voor. Ja, dat is ruimte voor. Dat zie je ook, dat sommige mensen meer het technische CEO-stuks pakken, sommige meer content, andere natuurlijk meer op het hele linkbuilding en autoriteit en alles wat daarmee te maken heeft natuurlijk. Waar zit jij in dat hele, zou je zeggen van generalist, of zit jij toch wel wat zwaarder in een bepaalde hoek? Ja, dat is toch wel breed. Omdat ik zelf vind dat het niet echt los van elkaar staat. Het iets-stuk gaat voor een deel onsite, maar voor een deel ook het hele autoriteitsstuk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat linkbuilding is ook een stuk van iets. Ja. Weet je, dus dat hoort daarbij. En als je met experts werkt, wil je ook dat aantoonbaar experts zijn. Dus die wil je eigenlijk in je autoriteitsstrategie meenemen, bijvoorbeeld. En het hele technische stuk is ook wel weer een voorwaarde. Naarmate je site groter wordt, is dat ook veel belangrijker qua crawling, indexing, laadtijd enzovoort. Ondanks dat ik denk dat je met het technische stuk van SEO, denk ik dat je meer stuk kan maken dan dat je ermee kan winnen. Ja, mee eens. Dus meer issues oplossen. Ja. Ik denk dat voor heel veel websites het ook gewoon in de basis wel redelijk goed staat. Tuurlijk hebben die misschien wat errors in Search Console en zijn er wat zaken die iets optimaler kunnen. Ja. Goed, als je pagina's gecrawled en geïndexeerd en gerenderd,
dan ja, dat maakt niet het verschil. Nee, terwijl heel veel SEO's dat wel denken. En dat gaat wel vaak mis, hoor. Dat je gewoon, ja, dan draai je een lijst uit wat ik wil, Screaming Frog, of uit welke crawling tool ook, of uit Search Console, of uit wat dan ook. En dan denk je, ja, dat is belangrijk. Of Google geeft aan dat Core Web Vitals belangrijk zijn. Weet je, dus waar het misgaat, is dat heel veel mensen inderdaad vanuit een SEO-checklist of vanuit bijvoorbeeld Screaming Frog gewoon een lijst uitdraaien. En denk, ja, dit is belangrijk, dus dan gaan ze daar tijd voor maken, claimen om dat te gaan doorvoeren. Nou, kost allemaal heel veel tijd en sprints en geld. En dan uiteindelijk netto levert dat weinig op. Ja, soms is dat ook wel lastig, hoor, vind ik. Ik had toevallig deze week dat ik ook voor een opdrachtgever bezig. En ik heb daar drie dingen gedefinieerd van hier moeten we al onze tijd aan besteden. En al die andere dingen gaan we niet doen. Ja. Ik weet dat het heel veel beter kan. En dan krijg je een linkje doorgestuurd van Search Console van hey, ik kreeg deze errors. Ja. Ik keek er even na. Op vijf verschillende gebieden wat dingen die wel echt beter konden. Ja. Alleen het waren allemaal dingen waarvan ik dacht van ja, dit gaat heel veel tijd kosten. Dit gaan we niet terugzien in de resultaten. Nee. Wat moet je daar dan mee? Nee. Dat is best wel lastig soms. Dat is lastig, maar ik denk een cruciale skill voor een SEO-specialist. Je moet prioriteit kunnen stellen. Je moet het onderscheid kunnen maken. Op zijn minst een sterk vermoeden hebben van ja, als we hier aan werken, heeft dat meer impact dan dat we daar aan werken. En In al mijn SEO-plannen breng ik eigenlijk altijd terug tot 4-5 pijlers. Dit zijn de grote dingen waar je aan moet werken. En alles rondom technische SEO staat vaak laag op die lijst. En dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Maar vaak is de win die je daarmee kan halen of de upside veel kleiner dan een EAT of een intent first. Hè. Je bestaande content beter maken. Vaak zijn er ook nog enorme content gaps, weet je. Dus dat je waar de markt en andere partijen wel op inspelen en jij niet. En in sommige markten heb je absoluut gewoon een stuk autoriteit, even plat gezegd linkbuilding nodig. En dat heeft dan vaak veel meer impact dan dat je bijvoorbeeld je laadtijd net even een beetje beter maakt. Meens. Ik vind ook dat daar inderdaad heel veel verkeerde prioriteiten worden gesteld, verkeerde keuzes worden gemaakt en dat misschien soms specialisten zich ook wel iets te veel laten leiden door wat ze zelf sexy of cool of leuk vinden, zeg maar, of goed kunnen. Ja. Maar goed. dat is zo. En ja, ik probeer altijd enorm ook de relatie met business impact te maken. En natuurlijk lukt dat echt niet altijd, maar je moet focussen, vind ik, op de dingen waarvan je met enigszins zekerheid of vanuit ervaring uit het verleden of vanuit een case study of vanuit een test kan aantonen. Ja, dit heeft gewoon meer impact. En ja, je ziet bij alle bedrijven, die hebben natuurlijk ook die moeten kiezen waar ze tijd aan gaan besteden. En dan vind ik dat het mijn rol is om ze te helpen om dan de juiste keuzes te maken. En dan blijft het gaaf om te zien als dat ook lukt. Hè. Dat is natuurlijk ook de hele passie van SEO. Lukt het om die ranking omhoog te krijgen en uiteindelijk meer verkeer op relevante keywords binnen je doelgroep en dat uiteindelijk ook een bepaalde businesswaarde oplevert. En dat is, ja, er zit altijd natuurlijk een onvoorspelbaarheid in en dat maakt het wel heel leuk en uitdagend om daar elke dag weer wel vol energie in te stappen. En dan is het heel gaaf als dat lukt. Een stukje winnen. Zeker weten. En nou, als we het over trends hebben en SEO en veranderingen, dan kunnen we het ook bijna niet over AI hebben. Absoluut. Hoe kijk je daarnaar? Ben je daar veel mee bezig? Of, als je kijkt naar SEO en AI, dan zie je twee kanten. Eén kant is dat Google daar zelf natuurlijk al jaren mee bezig is om hun hele ranking en alles wat daar aan bijdraagt natuurlijk veel meer te laten leunen op machine learning en AI. Dus aan die kant is het heel interessant om dat te volgen. Maar jij doelt natuurlijk vooral wat er nu allemaal gaande is. Met natuurlijk een ChatGPT, ja, Bing, de Circle Bart en content creatie met AI. Ja, nou dat is natuurlijk de andere kant ervan. En ik vind het fascinerend. En als je ziet wat er nu kan. Hè, dus wat voor ja. Ja, je had het net over livestreams kijken, want ik heb gisteren, het is nu misschien wel even goed om te noemen, want alles wat je over AI zegt is drie dagen later achterhaald, maar het is nu 15 maart. Gisteravond was de livestream van GPT-4 en die heb ik dus vanuit bed gekeken. Maar
Ja, dat is zo impressive. Hoe goed die in taal is. Ja. Dat is echt wel weer een volgens mij een hele grote stap naar voren ten opzichte van ChatGPT in de huidige vorm. Ja, ja. Je kan er echt gewoon hele indrukwekkende dingen mee maken. Ja, ja, mega gaaf. Dus ik vind dat sowieso zelf ook heel interessant om te volgen en daarmee mee te spelen en testen en gewoon eens te kijken wat dat doet. En kijk, hoe je het denk ik kunt inzetten op dit ogenblik zijn denk ik als SEO-specialist op twee manieren. Eén is meer de wat echt short content, dus page titles genereren, meta-omschrijvingen, korte introteksten of een samenvatting van een artikel. Of daarin zie je, ja, daar is het echt wel heel goed en de kwaliteit doet er echt niet onder als je daar gewoon een mens aan zet die datzelfde doet. Ja. Het gaat natuurlijk nog wel vaak mank als je echt zegt van nou, schrijf voor mij gewoon die hele blog of dat hele artikel. Ja, of dat ben ik met je eens. En ik denk ook wel dat, want dat was denk ik vooral toen het ook uitkwam, een beetje de discussie. Hoe ik het zie is volgens mij meer iets wat op je tweede scherm staat. Ja. En weet je, soms dan haal je de twee alinea's uit. Soms dan gebruik je het voor inspiratie, soms alleen voor een titeltje en soms helemaal niet. Ja. Maar soms misschien ook wel voor 80%. Ja. Dat, ja... Ja, ik denk dus, dat het meer op die manier is. En dat het een beetje een heen en weer spelletje is van bepaalde prompts invoeren en kijken hoe je dat weer kan gebruiken om tot dat... Ja. Nou, we hadden het net over skills, maar een skill die erbij komt de komende jaren is gewoon goede prompts schrijven. Ja, ja, voor al dit soort tools. En, dus ik denk dat het voor wat afgebakende stukjes content, en dat gaat natuurlijk verder dan tekst, er kan ook natuurlijk een... soort short video maken van een langere video. En er is natuurlijk heel veel tooling wat daar... Dat is natuurlijk heel gaaf wat daar allemaal kan en wat er ook nog allemaal aan zit te komen. Dus dat is één stuk. Het tweede stuk waar het bij kan helpen is denk ik meer wat taken. Hè? Dus ga eens een lijst met bijvoorbeeld keywords clusteren. En schrijf eens deze regex vormen. Dus met meer taakjes denk ik dat het ook heel... dat het daar ook wel echt een plek zou kunnen krijgen. Ja, precies. Dat werkt ook krachtig. Maar ik zie dat niet zozeer dat echt het copywriting, het tekstschrijven of andere vormen van content maken, dat het echt helemaal gaat vervangen. En dan komen we ook weer terug bij dat intent stuk, intent first SEO en ook bij het hele EAT. Dat zijn lagen die... moeten daar overheen. En wat dat betreft is het van Google natuurlijk een gouden greep dat ze daar al jaren mee bezig zijn. Om die EAT-laag is voor hun natuurlijk een fantastisch middel om alle rotzooi eruit te filteren. Ze kunnen zich natuurlijk veel beter focussen op de top 10, 20, 30 pagina's op een zoekopdracht die gewoon qua EAT, qua help voor content, qua kwaliteit, qua intent, qua gewoon heel goed zijn. En daarmee drukken ze eigenlijk al heel veel rommel en spam gewoon naar beneden toe. Dan dat ze het andersom zouden doen. Dat ze alle honderdduizenden spam of lage kwaliteit pagina's zouden moeten gaan aanpakken. Dat doen ze ook. Ja, maar eens. En dat als het gaat om een ChatGPT of welke tool er dan ook is om natuurlijk content te genereren. En dat wordt natuurlijk ook steeds beter. Het kan echt wel een hele mooie basis zijn waarop je waarmee je als mens verder gaat tweaken. Hè? Dus het kan echt wel wat tijdwinst opleveren. Maar dan heb je nog niet die intentlaag. En dan heb je nog niet die EAT-laag daaroverheen. En dat werk, ik zie nog niet hoe dat automatisch ik zag gisteren toevallig wordt. Daar heb je mensen denkkracht voor nodig om die klant te begrijpen. Want jij kent jouw klant het beste enzovoort. Ja, ik zag gisteren toevallig op Search Engine Land een stuk over AI-content in combinatie met EAT. Hoe je daarmee om kan gaan. En ik geloof wel dat hand in hand kan gaan, hoor. Als je zegt van dit is de expert die het gereviewd heeft en die het heeft goedgekeurd. Zeker. En die ook aan die pagina is gekoppeld en die misschien... Of ja, aan de ene kant dat. En aan de andere kant... Kijk, ik denk dat het sowieso niet goed is om te zeggen van... ChatGPT, schrijf een blog over dit onderwerp. Maar ik heb het volgens mij ook al in een paar andere podcasts van mezelf genoemd. Maar ik ben bezig met een opdrachtgever met korte video's maken. Daar maken we een script voor. Dat script is dat iemand in 3 minuten voor de camera zijn visie geeft op een bepaald onderwerp. Ja. En
wat ik dan merk is als ik dat script aan ChatGPT geef, wat al echt de visie van die persoon is en zeg van maak hier een blogartikel van, maar vul het nog een klein beetje aan, maak hem even iets langer, want het script zelf is te kort. En dan zie je in plaats van één voorbeeld wat hij noemt in de video, zie je in één keer twee nieuwe voorbeelden erbij. Dat is echt heel goed, vind ik. Ja, absoluut. En dan nog steeds, als diezelfde persoon het ook weer reviewt en fact-checkt, ja, en dan publiceert. En als je dan transparant bent van, hey, dit is deels AI, deels Piet die expert hierover is. Ja. Dan geloof ik echt dat het goede SEO-resultaten niet in de weg hoeft te staan. Absoluut, helemaal mee eens. En misschien dat je er niet eens bij hoeft te zeggen dat content voor een deel door AI is gegenereerd. Want ja, om heel eerlijk te zijn, heel veel content wordt ook gewoon gecopy-paste van de concurrent of van Wikipedia of van wat dan ook. En dat zetten mensen er ook natuurlijk niet bij. Het gaat veel meer om dat je dat als mens helemaal reviewt, dat er iets staat waar gewoon een mens helemaal achter staat met zijn of haar kennis en kunde. Dat maak je transparant. Eat gaat ook heel erg over het laten zien hoe je tot die content bent gekomen, welke bronnen, wie het heeft gemaakt enzovoort. En dan denk ik zeker dat alles wat AI nu al kan en in de komende jaren gaat doen, heel erg hand in hand samengaat met wat we als mensen toch nog als kennis kunnen of als laag kunnen toevoegen. Ja, het gevaar is waarschijnlijk alleen dat het grootste gedeelte van de AI-gegenereerde content slecht gaat zijn, omdat mensen het verkeerd inzetten. Maar goed, aan de andere kant hebben we ook al jaren heel veel hele slechte copywriters die het hele internet aan het vervuilen zijn. Dus ja, absoluut. In die zin is het niet heel veel anders, denk ik. Nee, het is een andere manier waarop er tot bepaalde tekst, bepaalde content wordt. Dus dat klopt, dat ben ik met je eens. En waar je natuurlijk nog wel mee zit, is dat soort AI-tools. Ja, die kunnen nog wel eens dingen gaan verzinnen die niet waar zijn. Weet je? Dus die pakken dan natuurlijk allerlei databronnen waarop ze natuurlijk zijn getraind. En die kunnen wat gaan genereren wat natuurlijk niet waar is. En dat ook weer in de eat-hoek, met your money, your life, de medische hoek, finance hoek. Ja, als je daar dingen gaat opschrijven die niet kloppen, die niet waar zijn, ja, dan kan dat heel veel schade aanrichten. Dus ja, die hele e-laag daar overheen lost dat als het ware wel op. Die zorgt wel dat content wat gewoon niet klopt, dat er toch wel linksom rechtsom uitgefilterd wordt. Of dat andere content die eigenlijk beter is en die zijn zaken wel op orde heeft en die de E van effort gewoon goed op orde heeft, dat die wint. Mooie ontwikkelingen volgens mij. Hoe vind je SEO nog net zo leuk als 8 jaar geleden? Of zeg je van eigenlijk heeft dit er ook wel voor gezorgd dat het een beetje minder leuk is geworden of minder spannend of minder? Nou, misschien wel leuker. In de beginjaren vond ik het heel erg leuk. Ben ik echt heel erg heb ik heel erg een passie ervoor gekregen. Toen waren er een aantal jaar waarin niet zo gek veel van dit soort grote dingen veranderde. En nu vind ik het eigenlijk leuker, als je kijkt naar de laatste paar jaar, dat dit soort lagen erbij komen die echt je fundamenteel dingen veranderen. Zie je ook weer met de laatste linkspam update dat bepaalde type sites eindelijk ook in Nederland uitgefilterd worden, waarvan je al jaren zegt, ja jongens, dat we dit nog hebben, dat dit voor je linkbuilding werkt, weet je. Ja. Eindelijk wordt een soort van onderlaag daar ook uitgefilterd. Dus er gebeuren gewoon best wel wat ingrijpende dingen die het werkveld wat complexer maken misschien. Maar ik dat vind ik leuk. Zou je kunnen zeggen van dat eigenlijk dan de rode draad ook een beetje is van dat het leuker wordt omdat het gewoon meer marketing voor echte mensen is, in plaats van algoritme najagen? Het wordt inderdaad minder trucjes of minder checklistjes, maar meer inderdaad gewoon echte marketing, echt je effort doen om een klant enerzijds te begrijpen en anderzijds dan ook dus zo goed mogelijk te helpen. Dus ja, dat vind ik leuk en vind ik een hele goede ontwikkeling. Dat komt denk ik gewoon de hele kwaliteit van het web ten goede. Mee eens. We gaan zo afsluiten. Ik heb nog 2 vragen aan jou. Ja. De eerste is, als jij met een tijdmachine terug zou mogen reizen 10 jaar in de tijd, welk advies zou jij jezelf geven? De Eduard van 2013. Oh jeetje, dat is een mooie vraag. Dan is dat, denk ik, toch het advies. Blijf altijd kritisch. Blijf altijd in je vakgebied
staan alsof je er voor het eerst in staat. Dus niet te veel varen of leunen op wat je al jaren ziet. Want dan is toch denk ik de valkuil dat je toch een beetje vanuit de ervaringen van het terugkijken naar het verleden ook dingen gaat doen of aan anderen gaat adviseren die afgelopen jaren werkte. Maar dat wil niet zeggen dat in het nu en de komende jaren ook zo werkt. Dus altijd wel echt mee blijven wegen en altijd kritisch blijven. Ook altijd blijven testen, blijven leren. En soms ook basisdingen die waarvan je weet, ja, title tag is belangrijk. Ja, misschien moet je toch af en toe gewoon het blijven testen. Van, ja. Is het nog wel net zo belangrijk als dat het 5 jaar, 10 jaar geleden was? Precies, niet zomaar alles aannemen. Ja, ja. En in het verlengde daarvan ook ook kritisch blijven op wat de rest van de markt doet. Dus ik heb wel eens meegemaakt dat je dan keihard werkt, een paar jaar lang om op hele, hele moeilijke termen naar plek 1 toe te gaan. En dat je dan toch daarna, het is niet dat je dan stopt met SEO, dus daarna blijf je nog wel bezig, maar op een relatief laag tempo en dan toch uiteindelijk ingehaald wordt. En daarna weer nog ontzettend hard moet werken, misschien wel 1 jaar, 2 jaar lang, om dat weer terug te winnen. Dus dat is er ook eentje. Mooi. Dan gaan we afsluiten met een stukje muziek. Oh, leuk. Heeft niks met marketing of met SEO te maken, maar ja. Met welke plaat wil jij de podcast graag afsluiten? Ja, jeetje. Dat is, dat is een mooie. Nou, dan ga ik er eentje noemen die ook een beetje teruggaat naar het begin. Toen jij vroeg wat weten mensen niet van jou en waar kom ik vandaan? Guilty pleasure van mij dat ik vroeger, maar dat is echt al een tijdje geleden, was ik fan van DJ Paul Elstak. Heel stom, ik had het al in mijn hoofd. Ik dacht, Rotterdam zou die echt dat gaan noemen? Ja, ja. En toen ik als 15-jarige, 16-jarige jongen daar de platenzaken, en echt ook de je vinyl platen natuurlijk elke week ging halen, stond ik je stond natuurlijk Paul daar achter de toonbank. Serieus? Hij kwam, ja, zeker. Dus daar, ik kwam hem daar ook wel tegen natuurlijk een keer zijn zijn handtekening op een plaat gevraagd. Toevallig liep hij hier. Vorig jaar, 1,5 jaar geleden, liep hij hier. Oh? Hier binnen. Dus toen ben ik ook nog even met hem op de foto gegaan. Mijn eerste cd-singeltje was Rave On van DJ Paul. Ja. Ja, dus ik heb er ook nog wel mooie herinneringen aan. Maar mooie ik was tijd. Iets jonger, denk ja. ik. En dan ja, zijn mega-hit, misschien uitgekoud, maar hij blijft leuk, is natuurlijk Rainbow in the Sky. Dus dat, leuk. Die kies ik. Top, gaan we doen. Eduard, enorm bedankt. Ja, jij ook. Dank je dat ik er mocht zijn. Heel leuk. Dank je wel. Yes. Hoi, hoi. Hoi. Bedankt voor het luisteren naar de Inbound Forecast. En vergeet niet om je te abonneren via YouTube of in je favoriete podcast-app.
see the rain.